even je jas dicht ritsen. Wat zal je zo? Precies. Dat is om ze lekker bezig te houden en de mentale ontwikkeling te stimuleren. Freek. Freek. En Freek is de geluksvogel vandaag. Zeer zeker. Ja, hersenspelletje. We gaan straks vast nog wel een speeltje kopen. Snoepjes. Ja. Het dier moet extra verwend worden. Ja, het is mijn kind. Even wachten, even dat kleurtje eraf. Goed zo. Nou, dat smaakt wel goed, geloof ik. En het leuke is dat hier pailletjes op zitten en die kan je dus of goud of zwart vegen. Nou, heb je een feestje en gaat je hond gezellig mee, dan hebben we natuurlijk ook een hondenjurkje. Meneer, hoe heet de schoonheid? Cruella. Sorry? Cruella. Cruella. En wat is Cruella voor een ras? Een Chinese naakthond. Sanabel. En Sanabel, die zit een beetje de bevers hier. Ja, ze denkt, wat gebeurt er nu allemaal om haar heen? Ja, ze is een beetje in shock. Maar het is goed voor haar, want het wordt wat kouder en dan krijgt ze een lekker warm jasje, want ze heeft ook niet al te veel vacht. Dus dat is beter, denk ik. Heb ik hier in de vitrine een hele mooie goudkleurige tas staan. Hier kan je hondje meenemen op pad of bijvoorbeeld in het vliegtuig. Deze tas kost 1770 euro. Ja, daar schrikken wij niet zo van meer. Maar ja, als mensen helemaal, die kijken er naar uit, die maken er echt een uitje van, die sparen er vaak ook voor. En dan ja, maakt dat ze blij om een mooie tas of een luxe tuigje te kopen. 88,45 was het. Dit is onze hondenparfum, die we in meerdere geuren hebben. Dus voor ieder wat wils. Zo heb ik hier bijvoorbeeld de cashmere. En ja, die ruikt lekker zoet. Heeft u er vandaag ook al persoonlijke aandacht gegeven met een extra bordje of iets dergelijks? Nee, nog niet. Maar dat ga ik straks wel doen. Ja. Even naar de keurslager. Ja, nou ja. Zij vindt het heel erg leuk en ik ben eigenlijk ook wel gek op dat beestje, dus dan ga ik ook maar mee. Hè. Als u jarig bent, wordt u dan ook zo verwend als het beest nu? Daar doe ik geen uitspraak over.